Ik heb al jaren de passie om voor mezelf te beginnen en vooral gericht op Concept Store. Dat betekent dat je heel dicht bij de ondernemer blijft. Dus ik kies alleen mijn eigen producten. Ik zoek de meest unieke dingen uit bij heel veel verschillende leveranciers. En ik dacht, als ik het nu niet doe, dan gebeurt het nooit. Dus is het zover. Als er geen corona was geweest, was het mede dankzij Stadje Winkel Almelo, had ik binnen anderhalve maand al open gekund. Tot 10 minuten geleden, toen waren we onze schaak kwijt. Lichte paniek. Maar we hebben hem inmiddels gevonden, dus we gaan een lintje knippen, dacht ik. Ik heb veel cadeauartikelen voor allerlei gelegenheden. Ik heb wenskaarten, die kun je versturen. En daarna stop je ze in de grond en dan komt er een plant uit. We hebben heel veel woonaccessoires, kussens, hippe trendy artikelen die momenteel helemaal booming zijn. Dus veel verschillende dingen. We hebben hulp gehad van Stadje Winkel Almelo. Die heeft met ons meegekeken. Die heeft naar ons bedrijfsplan gekeken. En het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan omdat ik heel veel dingen al klaar had. Maar vanwege corona hebben we het nog even uitgesteld. Maar mede dankzij Stadje Winkel Almelo ben ik uiteindelijk begonnen. Super spannend. En ben je elke dag geopend of heb je speciale openingstijden? Nee, ik ben elke dag geopend. Alleen de maandag blijf ik gesloten om op inkoop te gaan en boekhouding te doen en dat soort dingen. Maar voor de rest ben ik gewoon van dinsdag tot en met zaterdag open en dan de koopzondag erbij. Ja. Dus een droom is werkelijkheid geworden. Eindelijk. Yes. Ja. Heel gaaf.